We zijn hier in Bloemendaal, nieuw huis van Tuur Elsinga. Je bent bijna een jaar voorzitter van het FNV. Afgelopen maandag gaf je de banninglezing. En we zijn hier naar aanleiding van die banninglezing. Om wat meer over die lezing te vragen en tegelijkertijd om iets meer over jou te weten te komen. En wat mij betreft, vooral om te weten te komen wat je in die banninglezing zegt. Je spreekt over vrijheid, sociaal contract, nog wat andere zaken. Ja, hoe verhoudt zich dat nu tot jouw leven, tot degene die jij bent? Wie zit er nou achter wat daar in die lezing gezegd is? Ik ben Ronald Huneman, ik ben een filosoof, theatermaker, schrijver uit Groningen. Vanmorgen hierheen gereden om dit gesprek te hebben. Leuk, welkom. Dankjewel. Ja. Dus ik wilde beginnen met een thema waar jij die banninglezing omheen gemaakt hebt. Thema vrijheid. Ja. En tegelijkertijd, ik heb de lezing gezien, tekst gelezen, een vrij breed begrip. Wat mij betreft wel. Ja. Een vrijheid. En op het eind van de lezing haal je drie soorten vrijheid uit elkaar. Hè? Je hebt het over die vrijheid van angsten, rond veiligheid, bestaanszekerheid. Daarnaast heb je het over de vrijheid om te worden wie je wilt, of wie je kunt zijn, of wie je wilt zijn. En daarnaast heb je het over vrijheid in de zin van zeggenschap over je eigen leven en medezeggenschap over de maatschappij waarin je leeft. Zeker. Als je die drie vormen van vrijheid neemt, niet noodzakelijk in deze volgorde hoor, en naast jouw eigen leven legt. Web heb je gevonden dat je ooit geboren bent op Texel. Mm-hmm. En we zitten nu hier in Bloemendaal, dus intussen zal wel het een en ander gebeurd zijn. Ik neem ook stiekem aan, maar dat is stiekem hoor, dat je nu wel op een punt bent waarvan je zegt van, nou, dat is wel echt mijn keuze geweest. Ik vind het ook gaaf om op dit punt te zijn. Het was niet een uitgestippeld pad, maar ik vind het absoluut gaaf om voorzitter te mogen zijn van de FNV. Ik ben er ook ontzettend trots op. Ja. Want we zijn natuurlijk een belangrijke beweging in de vorming van het Nederland, hè, zoals het geworden is. Ja. En internationaal natuurlijk, zeker in de naoorlogse periode heeft natuurlijk de vakbeweging, eigenlijk in de hele aanloop ernaartoe, maar een enorme stempel gedrukt op de vorming van een welvaartsstaat, van ons leven. Het feit dat we allemaal weekend hebben, hè, dat we betaald worden als we op vakantie gaan, dat de meeste mensen doorbetaald worden als ze ziek zijn, sociale zekerheid kennen. En dat de meeste mensen onder redelijk veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen doen. Natuurlijk, er is ontzettend veel aan te merken. Maar als je ziet waar we vanuit het begin van de industriële revolutie zeg maar gekomen zijn. Hmm. Ja, dan is het trots natuurlijk om onderdeel te mogen zijn van die beweging. Ja. En zelfs, sterker nog, staand op de schouders van de giants, de shoulders van giants voor ons. Dat ik voorzitter mag zijn van de FNV is prachtig. In de lezing heb je het over je opa. Want dat speelt op Texel volgens mij, ik dit zo hoor. Ja, mijn opa die kwam uit Amsterdam. Ja. Had daar zijn hele leven voor de Citroën-fabriek gewerkt. Ja. De Citroën-fabriek? Aan het Stadionplein. Was een dealer, maar ook een fabriek, een werkplaats. Hè, waar onderdelen uit Frankrijk, neem ik aan, kwamen en die werden daar geassembleerd. En hij had zich opgewerkt ook tot de boekhouding. Eigenlijk een groot deel van zijn leven daar gewerkt. Ik weet niet wat hij verder allemaal heeft gedaan, maar in ieder geval dat is wat ik weet. Maar hij was al met pensioen en hij is, toen hij gepensioneerd was, op Texel gaan wonen. Okay. En mijn ouders, mijn vader, die kon een baan vinden toen hij van de universiteit kwam als leraar op Texel. Hij was de eerste en de enige uit een gezin met 7 kinderen wat gestudeerd had. Hè, en hij kon op Texel leraar worden toevallig. Dus ik was ik was de oudste van de kinderen van mijn ouders. Dus een lange tijd het enige kleinkind wat op het eiland woonde. Hij had een heleboel kleinkinderen, maar ik had de mazzel dat ik onverdeelde aandacht had van mijn opa en oma. op de meeste dagen, want ik was het enige kleinkind op het eiland. Dus ja, daarom had ik een bijzondere band met mijn opa uit zoveel tijd, met pensioen. En je spreekt over praktische vaardigheden. Leerde hij je sleutelen aan auto's? Is dit... Nee, dat niet. Toen hij met pensioen was, heeft hij, denk ik, weinig...
hij was wel zuinig op zijn auto. Hij reed altijd nog steeds een Citroën, een Deugevo, zo'n lelijk eentje. Ja, mooi. Maar wel een eentje uit de jaren, nou, die was toen al volgens mij antiek. En die heeft hij nog heel lang gereden, zo zuinig was hij daarmee. Hij was, ja, zuinigheid is ook een van de waarden waar ik het over had in de lezing. Hè? Ja. Twee wereldoorlogen meegemaakt, weten wat schaarste is. Ja. Ja, dan ben je zuinig. Hij sloeg nog echt elk kromspijkertje recht, wat hij ergens uit het hout haalde, zeg maar. Hij gooide nooit iets weg. Maar hij was na zijn pensionering gaan schilderen. Heel vaak naar het Rijksmuseum gegaan voordat hij naar Texel verhuisde. Waarschijnlijk daarvoor toen hij werkte ook al, maar zeker daarna toen hij heel veel tijd had. En heel veel gaan schilderen en klokken maken en allemaal veel meer, nou ja, precisiewerk, zeg maar. Met heel veel, waar je vooral ook veel geduld voor nodig had. En dat had hij. Dus met, ja, dingen 100 keer over totdat hij vond dat het perfect was. En dat, ja, dat heeft hij geprobeerd ook op mij over te brengen. Oh, mooi. Dus een van mijn allereerste herinneringen is dat ik als klein jongetje buiten, we waren ook toen net verhuisd, met een kwast in mijn hand mee mocht helpen om de buitenmuur te schilderen. Oh, ja. Maar alsof het een schilderij was, ah, ja, stond hij me uit te leggen. Nee, nee, je moet niet zo poetsen. Je moet wel heel voorzichtig met die kwast strijken. Want hij was als kunstschilder, begrijp ik. Hij was aan het kunstschilderen? Of was hij ook vooral aan huis schilderen? Nee, hij stond inderdaad in het Rijksmuseum schilderijen te observeren en te schetsen. En dan stond hij thuis inderdaad. Ja, hij heeft allerlei het bruidsmeisje en allemaal de anatomische les en zo heeft hij geprobeerd na te schilderen. En zo precies mogelijk. En, maar wat gaaf dat hij jou daar al in meenam voor een deel. Ja, nou, ik was nog heel klein, dus dat heb ik niet zo. Dat niveau heb ik nooit gehaald. Maar hij liet me wel zien hoe je een kwast moest vasthouden, hoe je verf moest mengen, want hij maakte zijn eigen verf en dat soort dingen. En hoe je moest tekenen en je potlood moest vasthouden en figuur zagen en nou ja, al dat soort dingen. Maar dan is jouw opa ook iemand waarvoor geldt dat hij juist dat type vrijheid pakt waarvan jij vindt dat het belangrijk is? Of zie ik dat verkeerd? Nee, absoluut. Absoluut. Ja. Ja, nee, ik heb, ja, als we het hebben over waarden, hij heeft mij wel belangrijke waarden bijgebracht. Ja, wat ik al zei, hij heeft ook heel bewust de Eerste Wereldoorlog meegemaakt. Ja, want hoe oud was hij? Ongeveer? Hij was uit 1900. 1900, oké. Okay. Ja, ah, ja, dus hij was al in zijn puberteit in de Eerste Wereldoorlog. Ja, een jonge man. Als jonge man was hij van de Blauwe Knoop en van de FNV NVV nog toen. En van met een gebroken geweertje liep hij rond, zullen we zeggen. Ah, ja. De reactie op de Eerste Wereldoorlog. Ja. En ja, wat was de les van de Eerste Wereldoorlog was, er zal geen vrede zijn zonder sociale rechtvaardigheid. Ja. Uit die tijd stamt ook de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO. En die sociale rechtvaardigheid, het eerlijk delen, dat was een belangrijke, hele belangrijke waarde voor hem. Naast de zuinigheid die ik al noemde. Ja. En natuurlijk ook gewoon beseffen hoe waardevol het is dat je in een vrij land leeft. En in een democratie. En dat soort dingen. Die waren gewoon, dat werd heel vaak niet eens expliciet uitgesproken. Maar het was er. Altijd. Het was er, ja. En met grapjes en op allerlei manieren maakte die je dat duidelijk, hoe klein je ook was. Maar dat, je wist dat. En toen pakte jij de fiets. Ja, toen ging ik naar Amsterdam. Naar Amsterdam? Ja. Wat ja, ook een stap richting vrijheid was? Of? Zeker, voor mij wel. Want hoe kon dat? Je ging in Amsterdam studeren? Ik ging studeren, In eerste instantie natuur- en sterrenkunde. Ik was dat een echte beta. Ja, een echte beta. En nog steeds hoor, ben ik redelijk exact aangelegd. Heel rationeel en analytisch, zeg maar. Maar ik kwam me daar wel achter dat ik... Ja, als het ging om de keuzes van waar wil je naartoe met je leven, dat ik mensen wel belangrijk vond. Oké. En dat was denk ik in Amsterdam eigenlijk daarvoor niet zo. Maar in Amsterdam werd ik natuurlijk toch meer geconfronteerd met een veel zichtbaardere ongelijkheid. Veel meer onrecht, veel meer dingen waarvan je denkt, wacht even, hier klopt iets niet. Wanneer zat je ongeveer in Amsterdam? Qua eind jaren 80. Oh ja. Dus in de jaren 80 kwam ik steeds vaker in Amsterdam. En eind jaren 80 ging ik daar studeren. In eerste instantie, daar werd ik pas wat politiek bewuster, zeg maar. En ook wat actiever. En in eerste instantie kon ik het allemaal zelf. Want je kunt daar elke dag kiezen, zullen we zeggen, voor welke actie je nou eens die bed uit wil komen. Zo was het. Van spreken. Zo was het tijd. Ja, ja, ja. En ik hoefde me daar nergens bij aan te sluiten voor mijn gevoel, want
ja, maximale vrijheid. Hè? 100% autonomie, ik bepaal het allemaal zelf wel. Tot ik leerde dat je natuurlijk dan in je eentje wel heel veel keuzes mag maken. Maar je komt ook weer erg... Ja, je komt niet ver, zeg maar. Nee. Hè? Je kunt natuurlijk in je eentje niet zoveel van elkaar krijgen. Als je echt iets wil bereiken, ja, dan moet je het toch samen doen. Ja. En in je eentje, en dat is ook een thema in die lezing die ik maandag heb gegeven. Ja. Ja, vrijheid in je eentje is heel beperkt. Ja. Want we zijn als mens echt natuurlijk een sociaal wezen. We zijn een kuddedier, zeg maar. Hè? We hebben elkaar nodig. We kunnen het niet alleen. Maar hoe zag je dat in Amsterdam in jouw geval? Waar sloot je je bij aan? Nou ja, in eerste instantie via studenten. Hè? Dus net als nu, zeg maar, we het thema leenstelsel heel belangrijk vinden. Ja. Hè? Omdat mensen zich in de schulden moeten steken, speelde er toen ook forse bezuinigingen op het hoger onderwijs. Nou, dat raakte heel direct. Dus daar raakte ik bij betrokken. Maar later woonde ik midden in de Pijp, wat toen een wijk was die, nou ja, enerzijds was dat nog de helft van de Zeedijk was leeggeveegd. Ja, in een deel van de Pijp zaten veel junkies. Ja. En veel alcoholisten op straat, redelijk veel zwervers. En aan de andere kant begonnen randjes van de Pijp heel erg te verjuppen. He, dus de trek terug naar de stad ontstond weer. Daarvoor stond een groot deel van de stad leeg. Ja, klopt. De jaren 60 en 70 was de grote trek uit de stad. Ja. En toen kwamen mensen weer terug. En heel snel stegen de prijzen van huizen. En waar we nu het hebben over een wooncrisis, bestond er toen ook echt de woningnood. Terwijl er ondertussen ontzettend veel huizen leeg stonden. En zeker in de Pijp waren gewoon, we zagen dat was de tijd van de grote liberalisering, alles moest aan de markt worden overgelaten. Ja. En de huurprijsliberalisatie stamt uit die tijd. En de huurprijzen schoten met 5-6% per jaar omhoog. Ja. Dat kan je natuurlijk niet betalen. Als, veel mensen met lage inkomens in die wijk, die voelden zich de wijk uitgedreven. Hè. Er was nog wel een maximale huurprijsstijging voor de mensen die ergens woonden. Maar als je al verhuisde, dan ging het helemaal met omhoog, dan kon je gewoon niet meer terug in je eigen wijk. Nou, dat... Want je zei, je sloot je ergens bij aan? Wat? Ja, er was voortgekomen deels uit de kraakbeweging, zo was echt een huurbeweging aan het ontstaan weer, omdat de huren zo ontzettend duur werden. Nou, dus wij waren vanuit een wijkcentrum met echt vanuit de buurt, met buurtbewoners bezig om zoveel mogelijk andere mensen uit de buurt te informeren over de hoge prijzen en de huurverhogingen. En dat je daar ook iets tegen kon doen. Ja. Dat je bezwaar kon maken bij de huurcommissie. En dat je, zeker als er achterstallig onderhoud was, dat je dus in actie kon komen. Want dat maar dat moest je wel samen doen. En dat moest je ook wel... Je moest daar dus echt iets voor doen. En dus dat was een beetje dat onderdeel van dat... Je hoeft je niet neer te leggen bij alle dingen waar je tegenaan loopt, waarvan je denkt van, hé, er klopt hier iets niet. Nee, want het is ook een van de vormen van vrijheid die jij besprak. Hè? Het feit dat je niet zo onder een hoge huur moet liggen, dat je verder helemaal geen mogelijkheden meer hebt om andere dingen te doen. Nee, klopt. Als je mij vraagt wat vrijheid is, dan kun je op papier formeel wel vrij zijn. Maar als je helemaal geen middelen hebt om keuzes te maken, als je niet... Ja, als je vrij wilt leven, moet je wel eerst kunnen leven. Ja. En om te kunnen leven moet dus je... moet de basis op orde zijn. Ja. Je moet je veilig kunnen voelen in de omgeving waar je woont, waar je leeft. En je moet een bestaanszekerheid hebben. Hè, dus de basis moet op orde zijn. Als dat niet op orde is... En dat is waarom ik ook in die lezing verwees naar de vrijheid waarvoor in de Tweede Wereldoorlog geknokt is. Hè, om Europa te bevrijden. Dat was... Dat werd ook zo toen gedefinieerd. Als je moet vrij kunnen zijn van gebrek. Want anders ben je niet werkelijk vrij. Je moet vrij kunnen leven van angst. En vrijheid van gebrek in dit geval is een vrijheid van zo'n hoge huur. Dat je daar zo onder moet buigen. Dat je verder geen enkele keuze hebt. Ja, als je kijk maar naar heel veel jongeren nu. Die ik wou zeggen, net van de school, misschien nog harder dan in de jaren 80. Absoluut. Het is eigenlijk... misschien dachten we een tijdje dat het beter werd, maar het is eigenlijk op dat punt nog erger geworden. Ja. De ongelijkheid op het gebied van wonen is natuurlijk extreem toegenomen. Hè, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben een huis en die wonen daar lekker. En die worden eigenlijk op papier steeds rijker omdat hun huis steeds duurder wordt, zullen we zeggen. Ja. En heel veel mensen die
ja, die kunnen zich niet voorstellen hoe ze ooit een huis zouden kunnen kopen. En die zijn dus helemaal afhankelijk van een heel beperkt aanbod van huurwoningen. Waarvan de prijzen ook de pan uitvliegen. En dat is bovendien elke maand, nou ja, ben je dat gewoon kwijt. En je kunt dus nu als jongere of als starter op de arbeidsmarkt misschien ergens een mooie baan vinden. Maar als jij in de verste verte van die baan geen huis kunt vinden, laat staan een betaalbaar huis. Ja, dan is dat, ja, in theorie heb je de vrijheid om die baan te accepteren. Maar in de praktijk natuurlijk niet. Nee. Dus dat is een enorme drempel voor jouw vrijheid om te kunnen gaan en staan waar je wil. Toch nog terug naar Amsterdam. Astronomie, begreep ik? Of sterrenkunde, wat zei je? Sterrenkunde. Hetzelfde. Hetzelfde. Ben je mee gestopt na een jaar? Ja. Las ik. En toen? Nou ja, toen... Kijk... Eén vraag tussendoor. Ben je ooit naar het Rijksmuseum geweest? Jazeker. Toen? Ook in die tijd. Jazeker. Ja, tuurlijk. Als je in Amsterdam komt en er zijn zoveel... Of was dat... Die musea, ja, ik was wel zeker ook vanwege mijn opa. Ja. Zeker, ja. Ja. Maar ik moet zeggen, ik was eigenlijk, zoals veel jongeren op die leeftijd, denk ik, wel meer bezig met wat Amsterdam allemaal ook in de nachtgebieden had. Uiteraard. En ontzettend veel beentjes en allemaal uiteraard. Leuke... Uiteraard, oké, okay, maar dat niet, maar oké. Okay. Dus ja, ik was... Daar zijn we het over eens. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, wat is nou belangrijk als je 18, 19 bent? Hè? Dat is toch... Nou ja, maar dan kan het een voordeel zijn dat je opa net ook een zetje die andere kant op heeft gegeven. Ik was altijd heel breed geïnteresseerd. Want dat is ook vrijheid. Denk ik wel. Ja, zeker. Als je een breed palet hebt om uit te kunnen kiezen. Exact. Hè, dat is zeker ook vrijheid. Ja. Ja. Want die interesse... Of het besef dat sterrenkunde niet het eindpunt was, maar meer een beginpunt. Dat is ook ergens vandaan gekomen. Dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen, neem ik aan. Nou ja, het was denk ik meer de interesse in alle dingen eromheen. He, want als je gaat studeren, dan doe je dat omdat je een vak wat je wilt studeren interessant vindt. En dat vind ik nog. Ik vind natuur en sterrenkunde nog steeds interessant. Ik vind het nog steeds heel boeiend om te weten hoe de wereld en het heelal in elkaar zit. Ja. He, van het hele grote tot het niveau van de elementaire deeltjes. Ja. Maar ik kwam erachter door, nou ja, al die bemoeienis met politieke bewegingen, met die huurdersbeweging, met de studentenbeweging, met wat er allemaal omheen gebeurde. En dat ik eigenlijk de politieke strijd van mensen en de verhoudingen tussen mensen belangrijker vond voor het vinden van geluk in je leven, zeg maar. Dus, en daar wilde ik iets mee doen. Dus wat ik al zei, het ontdekken van hoe het is om op eigen benen te staan en de vrijheid die je hebt en al het mooie wat het leven verder nog te bieden heeft eromheen, maakte dat ik in eerste instantie niet zo heel erg gemotiveerd was om heel veel tijd in mijn studie te stoppen. En dat ik ook dacht, ik vind dit onderwerp wel interessant en het komt me ook gemakkelijk aanwaaien. Het was ook dus dat was ook een reden dat ik bijna automatisch die kant op ging. Je hebt per ongeluk een wiskundeknobbel of je hebt hem niet, maar als je hem hebt, dan hoef je daar ook niet heel veel in te investeren en het gaat redelijk vanzelf. Klopt, ja. Maar ik zag mezelf niet de rest van mijn leven in het natlab van Philips werken of voor Shell of voor de klas. Mijn vader had voor de klas gestaan en ik denk, ik wil ook niet de wetenschap in of voor de klas staan. Ook al vind ik het een mooi vak, maar dat is niet mijn roeping. Dus je bent qua studie in een andere richting op. Dus ik ben een aantal jaren later pas politicologie gaan studeren. Oké, okay. Een aantal jaren later pas. Er zat 3 jaar tussen, denk ik, of zo. Dus mensen nemen nu een tussenjaar. Nou, dat werd bij mij nog een tussenjaar. En ik geloof zelfs een derde tussenjaar. Dat kon nog in die tijd ook makkelijker. Nou ja, je moet natuurlijk wel je hoofd boven water houden. Ja. Want als je ingeschreven bleef staan, dan was het op een gegeven moment je studiefinanciering ook echt op. Dus ik was wel gewoon echt uitgeschreven, ZSM van de universiteit. En pas toen ik wist wat ik wel wilde, ben ik het nog een keertje opnieuw gaan proberen. Okay. En dan ben je wat ouder en heb je een veel bewustere keuze gemaakt. En dan ben je wel veel gemotiveerder. Dus daar ben ik wel echt met passie in die studierichting gedoken. Maar wat heeft die, want
Waar je nu over praat, hè, is beginnen met sterrenkunde, dan 3 jaar ertussenuit, dan politicologie. Ik bedoel, dat is vrijheid, bijna. Zeker. Wat heeft dat mogelijk gemaakt voor jou, dat dat kon? Nou ja, het feit dat je natuurlijk in een land leeft, ten eerste dat je kunt stoppen ook met je studie en dat je gewoon weer een tweede kans krijgt. En dat in die tijd ook studie voor een groot deel gefinancierd is. Hè? Dus dat het allemaal de kansen en de ontplooiingsmogelijkheden bestaan. Dat is een basisvoorwaarde geweest. Maar ook dat je natuurlijk gewoon mag kiezen. En dat mijn ouders me ook vrij hebben gelaten. Ja. Hè, mijn vader was een leraar natuurkunde en die was heel erg teleurgesteld. Ja. In eerste instantie. Ja. Ik denk dat hij achteraf vindt dat ik nog best redelijk op mijn pootjes terecht ben gekomen. Maar hij... Leeft hij nog? Ja, mijn ouders leven nog. Wonen nog steeds op Texel. Okay. Dus ik kom er ook nog regelmatig. Die vrijheid had je dus om inderdaad... Ik heb de vrijheid gekregen en genomen. Te zoeken, want mijn vader was teleurgesteld, maar heeft het wel gelaten. En ik heb gewoon ook zelf op een gegeven moment gezegd, je staat op eigen benen. Je moet ook zelf keuzes maken en daarvoor gaan staan. Ja. En dat is een ander onderdeel van wat ik ook in de lezing heb geprobeerd duidelijk te maken. Vrijheid is niet alleen iets wat je krijgt. Maar het is, zeker als het gaat om de zeggenschap, wat echt onderdeel is van het begrip vrijheid, is ook iets wat je moet nemen. Je moet ook zeggenschap pakken op je eigen leven. Je moet ook de roer in de handen. Je had wel de mogelijkheden daarvoor. Je had een opa die je vrij breed had ingewijd in het leven. En ik kon gaan studeren omdat ik ook een toegang had tot de studie. Omdat ik een middelbare school had afgemaakt. Ja. Natuurlijk, die mogelijkheden moet je hebben. Maar je kunt... Er zijn natuurlijk een heleboel keuzes die je kunt maken. En ik heb wel bewust op een gegeven moment gekozen om van, nou, deze studie is het niet. Ik stop er nu mee en ik ben later weer opgepakt. Je moet ook keuzes maken. Je moet ook op een gegeven moment zelf het roer in handen pakken. He, je moet ook zelf bewust voor ogen hebben, waar wil ik heen? En daarvoor gaan. Ja. Want dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd van mijn opa. En dan gaan we het over een ander onderwerp hebben. Ja. Maar hij heeft wel altijd... mij ingeprent van, als je iets wil, dan weet ik zeker, dan kun je het. Ja. Maar dan moet je er wel voor gaan. Ja. He, dan moet je, waar een wil is, is een weg. Ja. Mijn punt is meer, ik heb lange tijd in het speciaal onderwijs gewerkt. Hè, dus met jongeren die, lastige categorie jongeren, die van alle scholen afgestuurd waren vanwege hun gedrag. En wat zij niet hadden, was dit. Ze hadden nooit dit gevoel, hè, dit gevoel van... Ik ben iemand die eigen keuzes kan maken. Ze te weinig hadden gekregen. Hè? Ze waren niet cultureel voorbereid. Ze waren intellectueel niet voorbereid. Terwijl sommigen wellicht wel de mogelijkheden hadden, maar nooit die achtergrond hadden. Nou, wij hebben denk ik veel te veel als maatschappij, die jongeren. Ja. En natuurlijk is de een de ander niet. Hè? Er zijn ook verschillen tussen mensen. Maar we hebben in veel gevallen ook die jongeren te vaak gezegd, je kunt dit niet. Ja. En daarmee beperk je mensen. Dus volgens mij moeten we ook veel meer uitgaan van wat mensen wel kunnen. En inmiddels weten we natuurlijk dat we dus een tijd lang, en misschien nog steeds, maar echt vind ik op een gênante wijze door veel mensen die hoger opgeleid zijn, neergekeken op mensen die ontzettend handig zijn met hun handen. Ja, maar goed, die een praktische opleiding hebben gedaan. Ja, met de regering, maar dat was ook het hele idee. We moeten de helft van Nederland moet HBO hebben. Ja. Allerlei praktijkonderwijs gestopt. Ja. En inderdaad, iedereen in een brede opleiding stoppen. En je moet allemaal vaardigheden hebben waar sommige mensen gewoon heel veel moeite mee hebben om die vaardigheden aan te leren. Terwijl als je nu om je heen kijkt, we kunnen niet zonder... Nee. Allemaal technici en vakmensen. En schilders. Het is echt heel erg moeilijk om goed gekwalificeerde vakmensen te vinden. Ja. Die gewoon een vak beheersen. Ja. Ik hoop echt oprecht dat dat ook leidt tot een enorme herwaardering van vakmensen. Want we hebben ze keihard nodig. Ik heb gelukkig iets van praktische vaardigheden van mijn opa meegekregen. Met het verbouwen van dit huis heb ik ook uitgevonden en ook bij eerdere huizen.
Dat ik ontzettend veel niet kan. En dat ik heel erg blij ben dat er allemaal vakmensen zijn die dat heel veel beter kunnen. In de banninglezing, die was gemaakt rond het idee van een sociaal contract. Ja. Wat is dat? Ja, ik ben filosoof en in de filosofie zitten heel veel verschillende definities van sociaal contract, heel verschillende opvattingen van wat het precies is. Wat is het voor jou? Wat is het? Ja. Wat heb je daarbij voor ogen? Kijk, een sociaal contract is natuurlijk niet een getekend contract. Nee. Hè? Nee. Het is alleen maar een hypothetisch contract tussen een overheid of een macht of een autoriteit. Ja. En onderdanen. Ja. Op welke wijze onderdanen. Zijn... Onderdanen. Nou ja. Ja, kijk... Nou ja, oorspronkelijk wel natuurlijk. Ja, ja. Daar komt natuurlijk ooit vandaan. Ja. Hè? Het ging natuurlijk over... wat is de wat is de rechtvaardiging van een absoluut monarch, zullen we maar zeggen, ja. Hè? Vis-à-vis de onderdanen. Waarom zouden mensen zich laten onderwerpen? Nou ja, omdat ze daar een bepaalde mate van bescherming tegenover krijgen. Ja. En dat is natuurlijk, dat heeft zich ontwikkeld. En ik denk dat het sociale contract, wat wij zijn gaan accepteren als normaal, is dat er een overheid is. Maar daar hebben we wel wat over te zeggen. Namelijk, we hebben een democratische rechtsstaat. Wij mogen mede bepalen wie er namens ons het volk vertegenwoordigen in Den Haag. En wie er namens ons de regering vormen. Of welke partijen de regering mogen vormen. En daartegenover staat dat wij ons aan een aantal regels onderwerpen, zullen we zeggen. Ja. Een aantal spelregels waar we de samenleving mee kunnen laten draaien. Maar die overheid, die zorgt wel voor onze veiligheid. Hè? Dus voor die basis. Die zorgt voor een zekere mate van sociale rechtvaardigheid. Want anders dan kunnen we de vrede niet handhaven op straat. Die zorgt voor enige orde in de chaos, zullen we maar zeggen. En voordat wij zo goed mogelijk als burger vrij kunnen leven in dit land. En daar is iets fundamenteel misgegaan. Ja, want dat zeg je in je lezing. We moeten naar een nieuw sociaal contract. Ja, ja. Dus er is een oude orde, zeg maar. En volgens mij is dat de orde die ontstaan is, hè, zoals je zei, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat was toch een heel duidelijk sociaal contract wat toen is ontstaan. Nee, zeker. Zeker. Ik denk dat... ik zeg ergens volgens mij letterlijk... toen was geluk nog heel gewoon. Hè? En dat is natuurlijk iets wat iedereen kent. En ik denk, altijd. Volgens mij is dat een beetje als filosoof waarschijnlijk beter. Maar volgens mij zeiden de Romeinen dat al. Dat vroeger alles altijd beter was. En tegenwoordig... En de jeugd is bedorven. Dat is van alle tijden. Het is van alle tijden. Maar ik denk in die tijd wel dat er... het gevoel bestond dat vadertje staat... naast je stond. He, dat hij soms streng was voor je, maar dat hij tegelijkertijd ook wel voor je zorgde. En in die tijd, er bestond in elk geval een sterk vertrouwen in dat we het met elkaar goed konden organiseren en dat het eigenlijk alleen maar beter werd. Dat onze kinderen het weer beter zouden hebben dan wij en dat het de goede kant op ging. En dat had wel ook te maken met dat we collectief goed voor elkaar zorgden. Dat we steeds beter in staat waren om gevaren buiten de deur te houden, zelfs economische tegenspoed, zullen we zeggen, een klein beetje. In de jaren 90 was er een soort gevoel, er komt nooit meer een crisis, zullen we zeggen. Hè? De bomen groeien tot in de hemel en het paradijs is weldra op aarde. Ja. Maar was het dan zo dat in de jaren 70, 80, was het verschil tussen rijk en arm ook kleiner in Nederland? Zeker. Ja, we zijn... Dat is mijn gevoel namelijk, dat juist vergroot is. Ook absoluut. De tweedeling is enorm toegenomen. En wij hebben in Nederland, in verhouding tot heel veel andere landen, nog steeds relatief kleine inkomensverschillen. Ja. Dus als je kijkt naar wat mensen per maand op een bankrekening krijgen, dan zijn die verschillen niet extreem veel toegenomen. Behalve aan de top. Hè? Dus met name... De topinkomens die zijn zich wel veel schaamtelozer gaan verrijken. Maar voor een groot deel van de bevolking valt dat nog wel mee met hoe scheef die inkomens zijn. Maar
daar stond tegenover dat de mensen wel veel meer zekerheid hadden. Als je misschien niet breed had, maar je had wel een inkomen en je raakte om wat voor reden dan ook door pech, door ziekte, door gebrek, je inkomen kwijt, dan stond er een goede uitkering tegenover in de tijd. En dat werd eigenlijk, lange tijd werd dat steeds beter. De zekerheid van mensen werd steeds beter gegarandeerd. En toen kwam de grote omslag in de jaren 80. Ja. En toen moest ineens alles anders. Toen ging er een andere wind waaien. Dat begon in Amerika en in Engeland met Reagan en Thatcher. Rolling back the state. Hè. We moeten echt, de staat moet kleiner. De staat was de vijand, zullen we zeggen. En de markt kon alles beter en efficiënter. Wat deed jij in die tijd? Was jij nog aan het studeren? Op een gegeven moment zijn afgelopen. In de jaren 80 was het. In eerste instantie ging ik nog naar de middelbare school. En toen was ik me daar niet erg van bewust. En in de jaren... Ik las wel over Reagan en Thatcher, maar dat was in de krant. En veel meer deed ik er niet mee. Maar in de jaren 90, toen ik politicologie studeerde en ik me daarmee bezig hield, toen zag ik wel van, hé, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Maar ik voelde me wel vrij eenzaam, zullen we maar zeggen. Op mijn studie en om me heen kwamen wel andere mensen tegen die echt kritische kanttekeningen plaatsten bij de richting waar we op gingen. Maar de mainstream ging heel erg mee in dat neoliberale denken dat de markt alles beter kon. En zelfs een van mijn voorgangers, de oprichter van de FNV, Wim Kok, degene die de eerste voorzitter was na de fusie van van de NVV en de katholieke zuil, zullen we zeggen, de eerste grote FNV-voorzitter. Die was toen hij premier was van alle Nederlanden. En ik denk dat hij ook echt wel de premier was van alle Nederlanders. Hè. Zo heeft hij zich wel echt gedragen. Echt wel een staatsman. Maar zelfs onder zijn leiding, het eerste Paarse kabinet, was het mantra werk, werk, werk. Hè? Iedereen moest naar het werk, dat was het officiële mantra. Maar daaronder zat een gedachte van, en dat gaan we realiseren, door zoveel mogelijk aan de markt over te laten. Marktwerking, hè, dus deregulering, privatisering. En was dat waren dat de eerste stappen om dat sociale contract te ontbinden, zeg maar? Nee, dat gebeurde voor een deel al in de jaren 80. Want de eerste privatiseringen, hè, van de post en de eerste stappen zijn in de jaren 80 gezet. Hè, en ook met de bezuinigingen op de ambtenaren, salarissen en de verschillen tussen de onderwijzers, zullen we zeggen. De nahorsters kreeg je toen. Ja. Waarbij jonge onderwijzers ineens veel minder betaald kregen en zo. Omdat er bezuinigd moest worden op overheidsuitgaven. Dus dat begon al eerder. De eerste stappen, zullen we zeggen, de privatisering van de ziektewet, de WHO, de ingrepen in de WHO, dat was nog onder Lubbers. Maar in de jaren 90 bereikte dat wel een hoogtepunt. Ik herinner me dat toen ik nog studeerde, net voor het eerst, ik had mijn eerste baan, denk ik, na mijn studie, dat Bolkestein, die was toen de leider van de VVD, dat die zei, behalve de SP van Jan Marijnissen, dat was toen de voorzitter van de partijleider van de SP, behalve de SP van Jan Marijnissen, is iedereen in Nederland liberaal. En dat zei hij met grote trots, want het gevoel bestond, de muur is gevallen, de val van de muur was nog recent, en Kok had net de ideologische veren afgeschud, maar het was niet een Nederlands verschijnsel, dat was echt de tijdsgeest. Ja. Want Labour in Engeland deed precies hetzelfde. De SPD in Duitsland deed precies hetzelfde. De Democraten in Amerika deden precies hetzelfde. Ze hadden allemaal zoiets. Er bestaat geen alternatief. De markt is de enige ordening, zullen we maar zeggen. En er is geen, die doet het eigenlijk ook perfect. We moeten wel zorgen dat we de scherpe kantjes er een beetje afhalen. Maar dat is hoe de wereld eruit ziet. En dat is het beste voor iedereen. En waar jij tegen ageert, is dat sociale contract. Waarbij we met z'n allen gezegd hebben van, nou, de bemoeienis van die staat die moet terug. Ik denk eigenlijk dat daarmee het sociale contract tussen burgers en overheid ontbonden. Maar in elk geval, daar begon het verwateren van het sociale contract. Want waar de staat zorgde voor de bescherming van de burgers die op de een of andere reden, door pech, door ziekte of om wat voor reden dan ook, op de markt vermorseld dreigde te worden, die bescherming werd steeds minder geboden.
En daarmee is de overheid, nou ja, steeds vaker voor mensen ook minder betrouwbaar gebleken. Ja, en met ook steeds meer bezuinigen op de uitvoering, zeg maar, hè, door de overheid, zijn er ook steeds vaker fouten gemaakt. En met als triest hoogtepunt natuurlijk het aftreden van Rutte 3 vanwege wat er allemaal mis is gegaan met de Belastingdienst. Ja. Maar dat zit veel breder. De overheid, hè, als je ook kijkt naar hoe er mensen die zijn aangewezen op een uitkering, hoe die behandeld worden, met hoeveel wantrouwen die de afgelopen 10 jaar zeg maar tegemoet zijn getreden. Dat wantrouwen, ja, dat krijgt de overheid terug. Ja. En dat is... Nou, maar dan moet er een... Hè, dus dan heb je gelijk, dan moet in ieder geval... Het contract moet hersteld worden. Hersteld worden. Ja. Wat is de rol dan van het FNV daarin? Is die partij in het sociale contract of niet? Nee. Nee, tenminste in mijn visie is het contract is iets tussen burgers en overheid. Tussen burgers onderling. Ja. Het gaat om de verhoudingen en tussen burgers en overheid. Oké. Maar de FNV is wel een belangrijke partij in die zin om naast de werkende te staan. Hè, want het gaat ook tussen eigenlijk, en dat is ook wel onderdeel van mijn oproep. Het gaat ook over de verhouding tussen burgers en bedrijven. Want wij hebben natuurlijk formeel wel een democratie en wat te vertellen. Maar dat hebben wij alleen op het politieke domein. Wij mogen één keer in de 4 jaar kiezen wie ons politiek vertegenwoordigen. Ja. Maar omdat we zoveel hebben overgelaten aan de markt, omdat we zoveel marktwerking overal en ergens hebben geïntroduceerd, is natuurlijk de invloed van de overheid kleiner geworden. Ja. En op het economische domein, waar wij het grootste deel van ons leven ons bevinden, zullen we zeggen. We zijn elke dag zijn we een groot deel van de dag aan het werk. Dan werken wij in de economie. Ja, daar gelden marktverhoudingen. En daar geldt eigenlijk maar één wet. Dat is de wet van de sterkste. Ja. Daar geldt hoe meer koopkracht je hebt, hoe meer er naar jou geluisterd wordt. En de economische verhoudingen, die zijn wel steeds schever geworden. En wat is dan de rol van de FNV daarbij? Nou ja, wij zijn, denk ik, een cruciale factor in het vormen van tegenmacht. Omdat ik had het net over de inkomensverdeling in Nederland, die redelijk, vergeleken bij veel andere landen althans, redelijk egalitair nog is. De vermogensverdeling, wie heeft wat, die is verre van egalitair. Die is steeds schever geworden. Steeds. Ja. En dat is zo extreem hard gegaan, dat een handvol mensen in de wereld net zoveel bezit als de armste helft van de wereld bij elkaar. En dat is macht. Via je vermogen, wat je bezit, oefen je in de economie macht uit. En dat deel is dus helemaal niet gedemocratiseerd. Daar zit echt een enorme scheefheid. Oké, maar dan, de FNV, wat kun je dan doen op zo'n moment? Wat is dan... Nou, ik denk dat als je echt vrijheid wilt en mensen ook gelijke kansen wilt geven om inderdaad vrij te kunnen kiezen wat ze willen zijn en wat ze willen worden, dan moet er dus kansengelijkheid bestaan. Ja. En dat kan niet als er een hele grote machtsongelijkheid is. Want feitelijk op de markt, in een groot deel van ons leven, het economische domein, daar bepalen de mensen die alles hebben hoe het gaat. En de mensen die niks hebben, die hebben daar maar heel weinig in te brengen. En dan heb je dus geen kansengelijkheid. Dus als je echt wilt kunnen worden wat je wilt zijn, zul je iets moeten doen aan die hele grote vermogensongelijkheid. Wat dan? Nou, daar moet dus een herverdeling plaatsvinden. Ja. En dat gaat niet vanzelf. Nee. De mensen die alles hebben, bezitten ook de grote bedrijven. Dus die hebben het grootste deel van de aandelen in handen. Ja. Die trekken aan de touwtjes. En ik vind, daar kan de georganiseerde vakbeweging het verschil maken. Want ondanks het feit dat formeel de aandeelhouders de baas zijn en ook in Nederland steeds meer zijn geworden, hè, want dat is een van de dingen die ik echt de kabinetten van de afgelopen decennia verwijt, is dat ze het bestuur, zullen we zeggen, van onze economie, de governance van de bedrijven, de structuur van hoe we ons economische beleid aansturen, steeds meer Anglo-Saxisch hebben ingericht. Waarbij de aandeelhouders steeds meer te zeggen hebben gekregen.
Terwijl uiteindelijk zijn het de mensen op de werkvloer die er ook voor zorgen dat die aandeelhouder aan het eind van de maand een stuk winst kan opstrijken. Wij maken alles. Ben je eens? Helemaal mee eens? Ik bedoel, maar dit is... Nee, maar wij hebben dus potentieel ook... wij hebben als enige, zullen we zeggen, ook de mogelijkheid om daar iets tegen in te brengen. Want als wij... als wij stoppen met nadenken over innovaties, dan komen er geen nieuwe ideeën van de grond. Als wij stoppen met werken, dan komen er überhaupt geen producten meer uit de fabriek en worden er geen diensten meer geleverd. Dus wij kunnen wel degelijk daar veel meer invloed op uitoefenen dan we misschien de afgelopen jaren gedacht hebben. Omdat wij, en dat is iets waar moeten we onszelf aantrekken, wij zijn zo lang aangesproken als... als consument, als individu, als iemand die alleen maar keuzevrijheid zou willen. En vooral wil consumeren en dat is het zo ongeveer. Dat we misschien ook onvoldoende kritisch naar onszelf zijn gaan kijken en onvoldoende beseffen dat we veel meer in ons mars hebben. Nee, maar dan is dat een belangrijk punt. Ik bedoel, want dat is juist een van de punten die ik... zelfs mis met mijn studenten aan de universiteit, is dat ze dat besef niet meer hebben. Dat ze inderdaad consument zijn geworden en wel weten, maar geen zicht meer hebben op bredere zaken zoals de maatschappij en ook niet hoe ze worden gevormd door die maatschappij. Dus die blik, op een of andere manier is die blik is weggepoetst ook in... Voor veel mensen wel. Ja. Het belangrijkste woord is autonomie, zo'n beetje. En het gevaarlijke daarvan is dat het niet eens altijd vrijheid betekent. Maar vaak betekent dat je keihard moet werken om maar een plek te veroveren in de maatschappij. Ja, en terwijl, dat je daarbij... terwijl ik denk dat als jij autonoom wil zijn, ja, dan moet je, dat ben je pas op het moment dat je ook grip hebt op je leven en op je werk. En dat is wat ik probeer te zeggen. Maar waar bestaat die grip dan uit? Ja, sorry dat ik je onderbreek. Maar waar bestaat die grip dan uit? Want kijk, als ik jou neem als voorbeeld... Ja? Ja. Dan bestaat die grip uit het feit dat je een jeugd hebt gehad waarin je al behoorlijk wat mee hebt gekregen aan cultuur, opleiding, praktische vaardigheden. Daarna bestaat het uit een periode waarin je de vrijheid had om jezelf te ontwikkelen, een richting op, die je gaandeweg in de vingers kreeg. Als ik kijk naar jongere tweede, derde generatie immigranten, bijvoorbeeld, daar ontbreekt het eerste vaak al aan. Een bredere invoering in wat is nu cultuur? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naartoe? Hoe kijk je naar jezelf? En ben je dan een partij in dat sociale contract? Nou, of, niet, kijk, wij zijn als vakbeweging geen partij in het sociale contract. Nee, als jongeren bedoel ik. Als kun je... Nou, dat vind ik wel. Maar dat, kijk, als mensen, dat is wel een hele duidelijke rol van de vakbeweging. Ja. Ook altijd geweest. Wij zijn een emancipatiebeweging. Ja. En wij moeten mensen dus ook... helpen, zullen we zeggen, naast te staan, maar ook vooral duidelijk maken van, hey, je kunt veel meer dan je jezelf misschien bedacht had. Als jij, en dat is denk ik de kern van een nieuw sociaal contract, wij hoeven niet te wachten totdat de overheid ons eindelijk weer gaat vertrouwen, zodat wij de overheid weer kunnen gaan vertrouwen. Ja. Wij moeten de overheid laten zien dat we te vertrouwen zijn met zeggenschap, door de zeggenschap ook gewoon te grijpen. Wij moeten zelf gewoon laten zien dat wij zelf goede ideeën hebben. Wij moeten zelf onze zeggenschap, als het gaat onze grip op ons werk, ook gewoon pakken. En dat kunnen wij doen door samen met goede ideeën te komen en te laten zien van, hey, onze alternatieven zijn beter. We leggen zelf onze plannen neer naast de plannen die er vanuit het management in een bedrijf liggen. We leggen onze plannen neer voor een energietransitie die naast de plannen die in een tekenkamer zijn bedacht.
En we laten zien van kijk, er zijn ook plannen met draagvlak. Hmm. Plannen, ideeën vanuit de mensen zelf. En de meeste ideeën komen uiteindelijk vanuit de mensen op de werkvloer zelf. Dat is een van jouw punten ook. Hè? Een van jouw punten is ook, we moeten meer luisteren naar de werkvloer zelf en de mensen zelf. Maar het is twee kanten. Het is enerzijds, de overheid moet meer luisteren. Echt luisteren naar de mensen. Het feit dat mensen zich niet gehoord voelen is een van de belangrijkste verklaringen voor het enorme chagrijn dat er leeft, denk ik. Hè? Zie mensen echt staan, ga echt luisteren naar de mensen. En dat geldt dus ook in de bedrijven. Ga echt luisteren naar de mensen op de werkvloer. Want die weten wat er misgaat. Die weten ook wat de oplossingen zijn om de problemen te tackelen. Maar dat is dan de andere kant. Dan moeten die mensen op de werkvloer ook echt wat te zeggen hebben. Ja, ze moeten echt wat te zeggen hebben. Maar als we daarop gaan zitten wachten, gebeurt er nooit wat. Nee. Wij zullen, denk ik, als maatschappij, als volk en vanuit de vakbeweging als werkende in bedrijven en instellingen, zullen wij de eerste stap moeten zetten door ook gewoon te zeggen, heel brutaal, wij vinden dat wij er iets over te zeggen hebben. Wij vinden dat wij er eigenlijk over gaan. En wij hebben ook ideeën. Dit is de richting die wij op willen. En dan dwing je de andere kant daar in elk geval op te reageren. En daarmee, en als je een goed idee hebt, wellicht nemen ze het een keertje over. En dan leer je ze dat ze je kunnen vertrouwen. En dat de plannen waar wij mee komen, dat die wel draagvlak hebben. En dat het ook betere oplossingen zijn dan de oplossingen die zonder draagvlak van de mensen verzonnen zijn. Maar dan zul je toch ook, maar dit is een van de dingen waar ik mij zorgen over maak. In ieder geval als ik kijk naar studenten op de universiteit, maar ook op de mbo. Hey, je moet in 4 jaar moet het gebeurd zijn. Die studie moet klaar zijn. Hey, ja. Ik heb gestudeerd, al de professoren waaronder ik heb gestudeerd, die hadden 8 tot 12 jaar over hun studie gedaan. Ja. Die hadden een rijk leven gehad, die wisten een hoop. En die kwamen ook in de maatschappij op een punt waarin ze zelfreflexief waren. Ze hadden brede culturele belangstelling. Klopt. En nu, het moet in 4 jaar gebeurd zijn. En mensen komen eigenlijk onrijp op die arbeidsmarkt. Maar in de zin 100 jaar geleden konden mensen ook niet 20 jaar studeren. Maar toen was de maatschappij ook anders. Tuurlijk. Toen was vernieuwing ook een ander begrip dan dat het nu is. Ja, en dat is, denk ik, moeten beseffen. Wij maken zelf die vernieuwing. Wij zijn geen... Kijk, we hebben, doordat we zijn aangesproken als consument, doordat we zijn aangesproken als individu, doordat we geleerd hebben, laat alles maar over aan de markt, dan komt het goed, hè? De invisible hand. Ieder voor zich en God voor ons allen, daar mag je ook op vertrouwen, zullen we maar zeggen. Maar zorg vooral dat je zelf geen plan hebt en geen visie. Want voor visie moet je naar de oogarts, zei Mark Rutte tot een paar jaar geleden nog. Dat moet veranderen. Ja. Wij moeten zelf de toekomst weer in onze eigen hand nemen. Wij schrijven onze geschiedenis. Maar heeft het FNV daar ook een rol in? Nou, dat vind ik wel. Dat hebben wij, denk ik, te lang ook niet gedaan. Ik steek in die lezing ook de hand in eigen boezem. Te lang zijn we meegegaan, denk ik, in die ontwikkeling. Waarbij we geaccepteerd hadden dat onze rol was het onderhandelen over een, klein beetje barrierend het onderhandelen over een tientje meer of minder. Ja. Terwijl onze rol ook die van emancipatiebeweging is. Terwijl onze rol ook die van bevrijdingsbeweging is. Wij zijn een vormende kracht van deze maatschappij geweest en zouden dat weer moeten zijn. En wij moeten, denk ik, echt veel zelfbewuster zeggen, als het gaat om werk en inkomen, als het gaat om de inrichting van de economie, dit is onze visie en dat is waar we naartoe willen. En dat moet op alle niveaus. Op het niveau van de sector, op het niveau van de bedrijfstak en op het niveau van het individuele bedrijf en de individuele instelling en het individuele niveau. Want ik wil dat iedere werkende uiteindelijk gewoon zelf weer regie heeft, het gevoel heeft grip te hebben op zijn eigen werk. Hè, zodat je zeggenschap hebt over je werktijden. Dat je weet, ik heb ook nog kinderen thuis, maar ik kan er goed voor zorgen. Want ik kan zelf bepalen wanneer ik mijn werk doe en wanneer ik beschikbaar ben. Ja, maar emancipatie is toch meer dan dat? Emancipatie is ook de intellectuele mogelijkheden hebben om te emanciperen. Nee, maar ik noem het als voorbeeld. Ja. Het gaat om het combineren van arbeid en zorg, maar ook al die andere dingen die belangrijk zijn in het leven. Zoals je ontplooiing, zoals je ontwikkeling, zoals ook de ontspanning, ook de vrije tijd. Mensen willen tegenwoordig heel graag werk dat voldoening geeft, hè, werk met purpose. Hè. Zeker jongeren vinden dat belangrijk.
Maar ze vinden het minstens zo belangrijk om ook de ruimte te hebben om nog een bepaalde reis te kunnen maken waar ze altijd van gedroomd hebben, et cetera. Ja, je moet daarvoor wel grip hebben op je geld, op je werk, op je leven, om dat soort dingen te kunnen organiseren. En nu zie je dat jongeren, gedwongen door de onzekerheid van onzekere contracten, door een doorgeslagen flex op de arbeidsmarkt, dat ze alle belangrijke keuzes maar blijven uitstellen en uitstellen en uitstellen. Het kopen van een huis, het krijgen van kinderen. Waarom? Omdat ze geen zekerheid hebben. Ze hebben de basis niet eens op orde. Nou, dus daar blijven we natuurlijk voor knokken. Hè, voor arbeidsvoorwaarden. Mijn punt zou zelfs hierbij nog zijn. Ze hebben geen eens het idee over hoe ze hierover moeten beginnen na te denken. En nou, dat is iets bizars wat ik bij studenten zie. Maar ook zelfs in, ik geef avondcursussen aan volwassenen. Ik kom heel veel mensen tegen die wel een idee hebben, gelukkig. Maar daar hebben we als vakbond ook altijd een taak. He, wij moeten als leden van de FNV ook onze collega's uitleggen en vertellen waarom het belangrijk is dat je lid wordt. En we moeten als vakbond ook in de bedrijven en in de instellingen waar we nog niet georganiseerd zijn, de mensen uitleggen wat de meerwaarde is van je collectief organiseren. Ja. Omdat vrijheid niet alleen maar een individuele keuze is, zeg maar, he, en het met rust gelaten worden zodat jij lekker kunt consumeren. Nee. Vrijheid is ook dat je de kansen hebt om je te ontwikkelen. Dat je ook keuzes kunt maken omdat je de basis op orde hebt. Dat je veilig bent, dat je bestaanszekerheid is gegarandeerd. Dat je kunt worden wie je wilt. En dat je zeggenschap hebt over je eigen leven. En dat moet je collectief met elkaar organiseren. In jouw in je lezing heb je het ook over vertrouwen. En wat ik opvallend vond in je lezing was dat je... Eigenlijk begon je over Mark Rutte. Je zit hem niet neer als iemand die betrouwbaar is. En tegelijkertijd zeg je dat, je stelt de vraag, kunnen we de overheid nog vertrouwen? Laat ik eerst vragen, wat bedoel je met die vraag? Misschien moet ik iets anders zeggen, misschien moet ik het volgende zeggen. Ik vertrouw de overheid nog altijd blindelings. Ik kan wel zeggen dat het niet zo is. En dan heb je het over hele kleine punten waarin ik wantrouwen heb. Die zou ik kunnen zeggen, maar dat ligt... Maar over het algemeen vertrouw ik de overheid blindelings. Ik vertrouw dat mijn belastingaanslag juist is. Ik vertrouw erop dat als ik een boete krijg, dat het allemaal reëel is. Ik vertrouw erop dat als ik iets krijg, dat er dan een vangnet is. Ik vertrouw erop dat ik... niet voor mijn vaccinaties hoeft te... Dus, en dat het allemaal goed onderzocht is en geregeld. Dus wat bedoel je nu met dat vertrouwen in de overheid? Ik denk dat je terecht zegt dat we op de meeste punten, in de meeste gevallen, de overheid inderdaad gewoon kunnen vertrouwen. En het moet ook zo zijn dat we de overheid blindelings kunnen vertrouwen. Het is tenslotte onze overheid. Exact. Maar je ziet dat het vertrouwen is afgenomen. En dat komt omdat te veel mensen... Nou, het gevoel hebben gehad dat ze wel vermorseld zijn, ergens tussen de raderen, zeg maar, terecht zijn gekomen en dat er om de een of andere reden iets verschrikkelijk fout is gegaan. Ja. En dat kan komen door bijvoorbeeld, hè, kijk naar Groningen, waar het vertrouwen in de overheid ongetwijfeld in 10 jaar tijd enorm is gekelderd. Omdat ze het gevoel hebben van, hé, er is heel erg lang geprofiteerd van een hele grote gasbel, maar daar hebben wij erg weinig van teruggezien. En als het misgaat, dan geven ze ineens geen thuis. Dan mogen we in de kou staan te wachten voor veel te weinig mogelijkheden om schadevergoeding te krijgen. Ja. En exact, want dit is het. Dat dit gevoel, is het. Daar ja. gaat het om. Kijk, toen ik 30 jaar geleden, langer nog geleden, kwam ik in Groningen wonen. Toen was het sentiment, trek de provincie maar leeg. Haal al het gas er maar uit, is goed voor Nederland. Ja. Nu is het tegenovergesteld. Ja. En de reden is, niemand ziet ons. Ja, mensen voelen zich niet gezien. Komt u nog een reden bij? Ja. Kennelijk moet er veel energie zijn in Nederland. En die windmolens moeten allemaal hier geplaatst worden. En hele hoge torens er tussendoor. Dus ze hebben voor aardbevingen gezorgd. En nu zorgen ze voor het verpesten van het landschap. En dat ik hier niet meer woon zoals ik hier vroeger woon. En niemand luistert naar ons. Nou, dat is... Hier heb je het over. Ja. En had het niet heel erg veel vertrouwen gescheeld? Als aan de voorkant de Groningers gewoon echt een stem was gegeven in hoe dat gasbeleid en het gaswinningsbeleid was vormgegeven. En zeker op het moment toen er
duidelijk werd dat er ook dingen misgingen. Dat er echt geluisterd was naar de mensen die daar last van hadden. Hè, waar die al die tijd op die gasbel hadden geleefd. Waar we zo ontzettend veel als land van hebben kunnen profiteren. Dat er ook echt geluisterd was van, hé, hoe gaan we dit samen oplossen? Wat hebben jullie nodig? Ja. Nou, en dat gevoel er niet is, ja, dat mag je natuurlijk de overheid kwalijk nemen. Dat er niet geluisterd is en dat heel veel mensen zich niet gehoord voelen, niet gezien voelen. Dat is wat er zo kwalijk is. En dat is wat er zo ontzettend schuurt. En niet alleen hier, hè, dat is denk ik precies hetzelfde. Nee. Groningen is een voorbeeld. Ja, ja, ook in Frankrijk met de gele hesjes. Ja. Hè, ik vind het zo een veelzeggende uitspraak van iemand op een gegeven moment die zei, ja, ze maken zich daar in Parijs druk over het einde van de wereld, maar ja, ik maak me druk over het einde van de maand. Ja. Weet je, dat in een notendop tekent gewoon van hallo, als je de mensen niet meeneemt, als je ze niet die bestaanszekerheid kunt bieden en niet ziet staan op het moment dat je allerlei, hoe belangrijk ook, grote problemen aan het oplossen bent. Maar je vergeet even dat het de problemen zijn van alle gewone mensen. En je geeft ze geen stem in hoe we het gaan oplossen. Mm-hmm. Sterker nog, je rolt iets over ze uit waar ze last van gaan krijgen. Yeah. En dat voelen ze aan hun water. Maar je drukt dat wel door. Dan denken de mensen ineens niet, dat is onze overheid. Wat fijn dat ze het doen. Nee. Dan denken ze, dan heb je ze weer. Ze zijn de vijand. Ja, en ze blijven arm. Ik bedoel, dat is ook het argument in Groningen altijd. We profiteren op geen enkel moment mee. Hè? Ja. Ik bedoel, ik praat niet voor mezelf hier. Nee, kijk, dat ik profiteer op alle mogelijke manieren. Kijk, dat is wat ik net bedoelde ook met die grote vermogensongelijkheid. We hebben als overheid 40 jaar lang, omdat we dachten dat de markt het allemaal beter kon. We, in grote meerderheid, zullen we zeggen. De mainstream, die zei, weet je wat, we moeten alles vooral dereguleren, aan de markt overlaten, overheidsbedrijven vooral uitverkopen, privatiseren, verzelfstandigen, want dat is beter. Dat is een stuk efficiënter. Dan wordt er wel gestreefd naar winst, maar door de concurrentie hebben we toch als consument allemaal beter. Dat was het grote geloof in de markt. Maar dat marktfundamentalisme, dat heeft ertoe geleid dat de overheid alles heeft uitverkocht. De eigen staatsbedrijven, de sociale zekerheid. Dat natuurlijk terecht is gekomen bij private partijen. Dus dat daar tegenover, de overheid had vroeger veel vermogen en ook wat schulden, maar er was nog steeds netto heel veel vermogen in publieke handen. Nou, nu is dat netto vermogen onder nul, want de schulden zijn groter dan wat er nog in staatshanden is in de meeste westerse landen. En er staat tegenover dat er heel veel meer private rijkdom bij is gekomen, maar die is heel ongelijk terechtgekomen bij heel weinig mensen. En de meeste mensen zijn dus nog steeds net zo arm ongeveer als ze daarvoor waren, of net zo, net niet arm, hebben het niet per se heel slecht. Maar alle publieke welvaart die we vroeger ook kenden, die is er niet meer. En dat vangnet, de zekerheid waar je vroeger wel op kon rekenen, die is er niet meer. En als je wel een keertje iets nodig hebt, dan word je met wantrouwen tegemoet getreden. Mm-hmm. Nou, dat wantrouwen, dat kent een spiegel. Dat mensen namelijk omgekeerd die overheid ook zijn gaan wantrouwen. Betekent dit dat er te veel geluisterd wordt naar de vermogenden, ook bij dit soort besluiten? Zeker. Zeker. Maar hoe draaien we dit? Hoe draaien we dit om? Dat is niet. Maar hoe veranderen we dit zonder een politieke basis? Want dat is wat mij betreft een van de problemen op dit moment. Is dat links ook weg is. Nou, en je zegt in je lezing wel van, ja, maar toen er rechtse kabinetten waren, of midden, centrum-midden kabinetten, toen is het ook gelukt. Maar zie je dat nu gebeuren zonder dat links weer terugkomt? Nou ja, het gekke is, linkse ideeën zijn niet voorbehouden aan linkse partijen. Nee. Net als rechtse ideeën niet zijn voorbehouden aan rechtspartijen. Nee. In de jaren 90 hebben links en rechts samen de verzorgingsstaat uitverkocht. In de jaren 80, in de jaren 90 en de maar jaren komt het nu terug zonder. En in de jaren 60 hebben ze het samen opgebouwd. Dus wat toen kon, kan nu ook. Ja, denk je dat? Tuurlijk kan dat. We zien wel een, als het gaat om ideeën, wel een behoorlijke kentering. Je zag eigenlijk de krantenkoppen. Ik herinner me de krantenkoppen uit 2000. Het was 8 of zo na de financiële crisis nog. Het kapitalisme is ingestort. Weet ik veel. Het was echt. Nou, dat bleek allemaal vrij snel weer business as usual te zijn. Maar dat heeft wel in de hoofden van mensen wel een hoop veranderd. En waar iedereen dacht dat de markt de oplossing was in de jaren 90,
denkt nu niemand meer dat de markt voor grote problemen de oplossing is. In de coronacrisis was er een grote overheid nodig, die ineens weer, waar de staatsschuld reduceren het hoogste goed was, ineens weer in staat bleek te zijn om tientallen miljarden uit te geven. Ja. Dus het denken is bijna overnacht en vrij ongemerkt totaal veranderd. Als je kijkt naar het begrotingsbeleid... Komt dat ten goede juist van die armsten? Komt dat juist ten goede van... Want ik bedoel, wat in de coronacrisis is gebeurd, is dat... In één ondernemers zich gingen beseffen. Hè, waar ondernemers vroeger heel makkelijk zeiden: luister, ik werk 8 maanden voor de Belastingdienst en 4 maanden voor mezelf. Was nu in één is het besef wel doorgedrongen. Nou, hè, met al die staatssteun is het wel even anders geweest. Maar is het voor, nou laat ik zeggen, is het voor de mensen in Oost-Groningen ook veranderd? De levensverwachting is daar nog altijd 7 jaar korter. Het aantal gezonde levensjaren is daar nog altijd 14 jaar korter. Tuurlijk. Is het daarvoor veranderd? Is het denken daarvoor veranderd? Nee, die... Of zijn het nog steeds de vermogenden die kunnen zeggen van... nou, zet op mijn land maar iets groots neer. Het maakt niet uit wie daar last van heeft. 40 jaar neoliberaal denken. Ja. En de consequenties daarvan... Ook als het denken is veranderd en als van links tot rechts politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen. Natuurlijk, in de aanloop naar de verkiezingen beloven ze altijd veel meer dan dat ze daarna waarmaken. Dat is waar. Maar als van links tot rechts partijen zeggen, we gaan echt iets aan dat schuldenstelsel van die studenten doen. Het minimumloon moet echt omhoog. En de arbeidsmarkt, de flexibilisering, het is doorgeslagen. We moeten daar iets aan veranderen. Dan is er in het denken... In het frame van waarin we politiek bedrijven echt iets fundamenteel verandert. Want nog niet zo lang geleden zeiden partijen precies het tegenovergestelde. Dus het denken is echt wel veranderd. En natuurlijk ga je niet in 4 jaar of zelfs in 8 jaar repareren wat er in 40 jaar kapot is gegaan. Dan hebben we ook weer Maar dat is toch langere tijd makkelijk. Dan moet de FNV... Ik bedoel, als het FNV... Je bent daar voorzitter van en... Uit alles wat je zegt, spreek de hoop dat er iets kan veranderen. Dus dan moet je daar toch ook een verplichting op je kunnen nemen. Om te zeggen van nou... Natuurlijk. Wij voor gaan zorgen. Nee, maar wij gaan ook... We zijn als FNV nooit opgericht om alleen maar 1 keer in 2 jaar een cao uit te onderhandelen. Nee. We zijn als vakbeweging natuurlijk ontstaan omdat we de wereld echt een betere plek willen maken. Omdat we fundamenteel de mensen die het werk doen een stem willen geven. Omdat we willen zorgen dat mensen die zelf die het werk doen, dat die ook zelf aan de knoppen komen te zitten van hun werk. Dat ze daar, nou ja, dat ze baas worden over hun eigen leven. Omdat ze ook als het gaat om werk en inkomen, dat ze daar grip op hebben. Dat ze grip hebben op hun werk, op hun geld en daarmee op hun leven. Nou, dat is die emancipatie, die bevrijding van de werkende, ja, is nog steeds een kerntaak van de vakbeweging. En dat is natuurlijk een grote opgave, maar wel een waar we denk ik echt in geloven. En waarvan we natuurlijk gaan zorgen dat we het ook voor elkaar gaan krijgen. En we gaan het merken. Absoluut. Ik moet binnenkort spreken op een mbo. En dat is op een studiemiddag over stagediscriminatie. Wat een groot punt is op het mbo. En ik vind het gaaf voordat ik daar mag komen spreken. En de reden is vrij simpel. Mijn vader werkte bij Shell in Amsterdam, ooit. Die wilde toen naar Venezuela, dat was in die tijd, kon je daar werken. En die kreeg te horen dat hij te zwart was om naar Venezuela te gaan. Want dan zouden ze daar gaan denken dat die zwartjes leiding konden geven. En dat was beslist niet de bedoeling. Dus ik vind het gaaf dat ik hier mag komen spreken op dit mbo. En tegelijkertijd schrik ik ervan dat het nog steeds zo'n groot probleem is. Omdat mijn vader was al lid van het FNV, of van de bond, zoals hij zei hierom. En is er kennelijk nog niets, of nog nauwelijks iets veranderd. Nou, zo koloniaal als Shell in de jaren 70 was, is Shell ongetwijfeld niet meer. Maar de pijn die hij voelde, had hij, ja, is er nog steeds. Ja, er zijn natuurlijk nog steeds... Grote dus achterstellingen. Er is nog steeds, dus de rol van de vakbeweging, van de bond, als inspirator ook van een emancipatiebeweging, hè, om echt die achterstelling en de kansengelijkheid, de achterstelling daarmee af te rekenen en de kansengelijkheid te bevorderen,
ja, die is nog onverminderd groot. Dat zal ook zo blijven. Wij zijn echt een emancipatiebeweging en dat zullen we ook altijd blijven.